We gaan eens kijken wat hierboven is. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd wat daar is. Dat was de radio. Ik schok even, joh, hè. Een hele goede avond, dames en heren. Jongens en meisjes, mag natuurlijk ook. Het is maar net wat je wilt. Ik loop altijd te lullen. Het gaat allemaal nergens over. Welkom weer bij een nieuw avontuur. Ik ben echt een lange tijd weg geweest. En dat heeft gewoon mee te maken. Ten eerste omdat ik geen juiste computer meer hiervoor had om dit soort dingen te kunnen doen. En ook omdat ik gewoon behoefte had aan hele andere dingen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vindt om te kijken weer naar Search On Productions. In ieder geval zou ik mijn best doen om ervoor te zorgen. Ja, dat ik weer leuke afleveringen kan brengen. In ieder geval, je kijkt op dit moment naar de game Titan Chaser. Ik moet het wel goed uitspreken natuurlijk. En ik heb hem nog niet gespeeld. Dus ik weet ook nog niet goed wat mij te wachten staat. Natuurlijk is het altijd leuk. Het is een beetje, ja, hoe noem je dat? Cliché. Maar drop een like en subscribe. Dat zou ik heel fijn vinden. Want dan kun je mijn series gaan volgen. Goed, let's get to the point. We gaan beginnen met het spel en we gaan zien waar we mee te maken hebben. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, dus ik doe maar gewoon wat dingen. En we gaan het zien. We gaan het gewoon zien. Ik weet echt niet wat mij te wachten staat. Het is loading. Dat is het enige wat het doet. Voor zover ik heb ook nog niet echt gezien hoe het spel eruit ziet. Wat voor spel het precies is. Etcetera. Oké. Okay. Night shift. It shouldn't be too hard. Een night shift. Kan ik wat bewegen? The clock looks broken, but it's woke me up to my shift. Interesting. Okay, dus ik ben blijkbaar een vrouw. They have only one tune for all their facilities. Good one, though. Ik wil niet veel zeggen, hoor, maar televisie doet het niet. Heel raar. Kan ik hier iets mee? I can't end my shift and go to sleep until I complete my tasks for today. Should be written in a car somewhere. Waarom it still feels awesome stopped to have water all day without schedule. It's better to save it though. This bathroom is about the size of my apartments in Bright City, and I would be locked there for a month now. I'd better keep this job. Dus ze eigenlijk heeft het eigenlijk. Wat is dit nou weer? Dat is een kluis. Nou, wat ze dus zegt is dus het water stroomde. Weet je wel, en ze zei van, het water stroomde, bla bla bla. Iets met haar job. Wat ik begrijp is dat Titan Chaser dus waarschijnlijk gewoon. It seemed creepy when I arrived, so I locked the door. The keys should be around somewhere. Oh, you're joking me, right? Crappy memory, but at least I'm well organized. Are you? Okay, dus in principe, ze zegt het ziet er behoorlijk creepy uit. Nou ja, ik ben wel wat gewend. Ik heb Misha gespeeld. En dat is behoorlijk creepy als je het mij vraagt. Oké, okay. Weet je dat hier al in zit? Come hug me, kiss me! Nope, oh! No. Blijf. Die deur zit op slot. The f. Lief pushen. Ik weet niet of ik een hele lange aflevering trouwens ga maken. Maar in ieder geval zit ik nu te krabben op mijn hoofd omdat ik jeuk heb. En we moeten gewoon gaan spelen. We kunnen deze. Tuurlijk is het locked. Wat zit erin? Jasper should have the keys at the office.
Natuurlijk. Waarom niet gewoon, weet je, beginnen? Ik bedoel... Hey Jasper, what's with the moody atmosphere? Great talk as always. Ja, ik snap wel wat je bedoelt met creepy. Dit, oké. Okay. Jij had de sleutels, hè? Thanks for keeping the keys safe, Jasper. Is nog meer interessant. Ik weet niet, maar dat geluid zou je nou moeten laten kijken, man. Dat klinkt niet al te best. En wat is er met dat irritante muziek, joh? I'd say Jasper's creepy, if I haven't seen the day shift workers. Ik kan me niet herinneren dat ik mijn licht had aan laten staan, of wel. Nou ja, goed, in ieder geval. We gaan de auto in. Smell of old leather, gas and alcohol. Yep, I love this aan. Car. I'll call you Christine from now on. So, today I need to find a wyvern somewhere and lure her to the lighthouse on a silent peak. They told me to use satellite towers. Sounds fun. Okay, dus she live at Silent Peak Lighthouse, last time seen, attracted to bright blue light. What? Afraid of darkness, feels safe on bridges. Wait, isn't this Titan? I don't know you, Clark, but I'm grateful music can save my day. Or night. Oh, wacht eens. Also, I hope you left your booze somewhere. Silent Peak Lighthouse? Silent Peak, dus het zit hier. Maar waar ben ik? Waar ben ik nu? Grand Rocks? Okay, dus zeg maar... Should live at Silent Peak Lighthouse. Last seen attracted to bright blue light. Last time seen. Dus wat zullen we als eerste gaan doen? Misschien. I guess I need the tape first. Tuurlijk. Oh. Ja. Oké, ik ga eerst even kijken hoe alles werkt. Ja, het lijkt er een beetje op alsof ik met je hard aan het praten ben, maar dat komt omdat ik zelf het geluid nogal hard is. Kijk, dan kan ik... Oh. En wat is daar op het dak? Wat is dat? En hoe zet ik dat aan? Wat? Yo, what the f***? Oh, okay. With the spotlight switched off, this makes no sense. Thank you, Sherlock. Ja, maar begrijp je dat ik ook eventjes de boel aan het ontdekken ben, want nou, die doen we dicht. Au. Oh, oké. I'll dig that. Ja, die laten we gewoon... Yo! Oh! Okay. Het is een videogame. Het is een videogame. Wat praat jij over? Kan ik die openen?
Hij heeft de muziek uit en die gaat dan een beetje. Nou, laat ik die maar aan. Ik weet mijn god niet wat dat nou. Het is headlight. Oké. Dat is dat. Handbrake. Oké, nou dan ben ik good to go, denk ik. Lamp uit. Yo, dit is wel legit hoor. Toch muziekje er even bij aan. Ik ga heel even. Wat is dit nou weer? Tonight is the fourth anniversary of Lights Out. After 4 years of fantasy. Okay. Ik moet even. Het staat hierop. Hey Clark here. I was driving this car before you. Ik ga heel even mijn engine even uitzetten. Die zet ik ook heel even uit. En die laat ik aan, die heb ik even niet nodig, hoewel, laat ik die maar eventjes zo. Maar dit snap ik niet zo, hè. Nou ja, daar kom ik later wel achter. Wat precies nou is. I was driving this car before, cool job, but believe me, it gets lonely to drive in silence. So I made the mixtape for you, it's a bunch of relaxed electric songs and some other. Have fun, okay. Oké, dus we moesten naar. We gaan eerst naar Silent Peak Lighthouse. Dat is best wel een eind rijden. Ik ben nu bij de Grand Rock. Heb ik nou geen lichten aan? Oh, oké. Okay. Wacht even, wat zei ik nou? Silent Peak Lighthouse, Grand Rock. Ik denk als ik. Dan moet ik, denk ik, zo meteen linksaf. Oké. Dit is best wel een chill spelletje eigenlijk. Moet ik zeggen, ik moet, ja, ik moet die kant op. Het probleem is dat ik precies weinig man op raam. Wow. Wat is dat? Een gas station. If I call Jasper from a phone booth, this will become a evacuation point instead of a ground rock. If I stuck somewhere. Wacht eventjes hoor. Hoe kom ik daarop? Dat is een trap. Oh daar. Oh, rustig, rustig, rustig. Kale man. Heel uit. Die zetten we ook heel even uit. Ramen zetten we. Die zetten we uit. Deur open. Ik ben zo gewend om met I te werken. Kan ik? Blijkbaar hoef ik niet te tanken. Oké. Okay. Dat is voor mij alleen maar een pluspunt. I would expect this to open, but okay. Not sure I want to know what's inside anyway. Ja, als je het zo. Good luck to anyone who expects actual gas station services here. Oké. Okay. Dat klinkt logisch. Helemaal niks hier wat ik. Weet je, een zaklamp zou wel heel fijn zijn. Waarom zijn hier werkende lampen als die toch. Als dit toch niet gebruikt wordt? Ik snap het niet. Nou ja, goed, whatever. We gaan weer verder. Ja, dit ziet er op zich wel grappig uit. Alleen, moet ik wel zeggen, ga ik dit nou nog een keer spelen? Komt er nog een vervolg hierop? Ik, heel eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Nou ja, we gaan het gewoon zien. Even zien.
Engine aan. Handbrake eraf. Even zien. Ik moest naar Silent Peak. Er staan ook borden. Dus ik hoef helemaal niet. Ah, en het lijkt erop dat They said Wyvern likes the bridge near the Windland Plains. Maybe I should check there. Windland Plains. What? Geen idee waar jij het over hebt, vrouw. Muziek, Jan. What the f*** is dat? Het ziet eruit dat deze weg is afgesloten. Maar ik ben even heel benieuwd wat dat nou precies is. Dus ik kan eens even kijken of het nou zo verstandig is om gewoon uit te stappen random. Geen idee. Het ziet er wel naar uit dat ik hier gewoon op kan lopen. Dus we gaan gewoon eens even kijken. Who was supposed to walk the stairs? Titans? It's so funny. The view up here is quite nice. I wonder why they never allow anyone to go near the structures. It's a good observation point to judge the terrible Woodville entrance crossroad. Decades ago, it has been damaged by a mudslide, and still here we are. Oh, that's Woodville. Kom ik daar nou vandaan? Nee, want daar staat mijn auto. Kom daar vandaan. Waarom lijkt die sprekend veel op? Kan ik springen? Ja, ik kan springen. Kan ik. Oh, en ik ga niet dood. Nice. Oké, dan gaan we nog een keer erin. En we gaan erin. Beetje jammer dat de muziek buiten ook kan horen, want dat is natuurlijk niet helemaal zoals het spel zou moeten zijn. Maar goed. We gaan eens kijken wat hierboven is. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd wat daar is. The National Broadcasting Company presents Lights Out, a summer revival of the famous series which many of our listeners will remember. Tonight's story, the eighth and the last in the series, is called The Signal. Dat was de radio. Ik schrok even, joh, hé. Ik denk, wat is dat, joh? Oh, that's another gas station. Yeah, no shit, Sherlock. Wat is dat met die muziek, joh? Hou eens even op. Nee. Ik kan ook echt helemaal para worden, ik, hè. Nou, dan laat maar even open. Nee. Dicht. Hoort zo. Set checkpoint. Hey Jasper, checking in from the gas station outside of Woodville. Doing good. Thanks for asking. Jasper is in mute. Nothing here. Maybe later I can find something useful lying around. What a surprise! Nah. Denk niet dat hier wat. Hoewel, is dat? Nee. Kijk, ik heb natuurlijk wel een. Ik dacht even dat dat laak iets was, joh. Nope. Ook weer de. Zien er allemaal hetzelfde uit, man, die dingen hier. Oh, kijk nou. Wat zullen we doen? Zullen we naar Silent Peak gaan?
Heel eerlijk gezegd ben ik best wel nieuwsgierig naar de... naar wat hier te zien is. Ziet er heel erg verlaten uit. Mijn plekjes moeten zien. I have nothing to store here yet. Sorry, ja, ik heb gewoon zin om even te dikke pluik. En even hoppa. Nou, dicht. Goed zo. Ik ben toch wel even nieuwsgierig eigenlijk. Sounds. Ik zou je heel eerlijk vertellen dat ik niet echt weet wat ik nou precies... Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. En aangezien het behoorlijk stil is hier... Roads here were damaged since the incident when I was 9. Still, you can't drink coffee in a car while driving here. Ja, weet je, kijk, ik kan alles wel gaan uitleggen wat ze zegt, maar... In principe... Wat ik dus begrijp uit haar verhaal is dat ze hier is opgegroeid. Uit deze, ze komt uit deze stad. Een kerk. This place was half dead since I was a child. It seems lockdown took almost no effect here. Radio zet ik uit, want het schiet ook niet op. Staat er nou knipperlicht aan? Waarschijnlijk een waarschuwing dat mijn schappig, hè, want de lichten staan wel overal aan. Nou ja, het zal wel. Ik weet niet wat ik met dat ding aan moet. Oh, wacht eens. Jasper, I'm stuck. I need evacuation. That's some close encounters shit.
I wasn't ready for it, but I definitely like it. What the f*** just happened? What the f*** did just happen? Okay. No idea what that was about, but... we gaan eens even naar Silent Peak, want daar is die... daar blijkt hij te wonen. De Titan. Ik weet mijn god niet wat ze daarmee bedoelen, maar... we gaan het zien, denk ik. Ah, die muziek is zo... wat is dit van weg, jongens, joh. De muziek is zo lang... de actual... wat de hel is dat dan? We never came this close. So, there is enough power for only one tower to work. Oh! In the short tigers. I need to lead only the closest one to her, one at a time. Moet ik die dan ook inschakelen? Het is heel toevallig dat elke keer die vliegtuig over mij heen vliegt. Nou ja, goed. In ieder geval. Laten we doorgaan. Nou is van bril gewisseld. Zal dat helpen? They said Wyvern likes the bridge near the Windland Plains. Maybe I should check there. Chills and thrills, Lights Out celebrates by bringing to the microphone the internationally known actor whose name is... Je wil dat ik die brug op ga? The National Broadcasting Company takes pleasure in presenting Boris Karloff in the first of a special series... Dat is deze brug. Lights out, everybody. Shut up. Echt niet goed voor de muziek. Zullen we... oh! Oké. Dat is beter. Soort van. Nee. Ik weet nog god niet wat mij te wachten staat hier, joh. Een beetje gassen, kom op. De auto gaat toch niet kapot. Althans, denk ik. En nu? Even zien. We gaan naar de Rusty Beach. Rusty Beach, dat is hier. Hey, weer een switch. Hey. Mooi. So, there is enough power for only one tower to work. And the wyvern is short-sighted. I need to lead only the closest one to her, one at a time. Aha. Okay. Dus ik kan maar één zo'n ding per keer. Oké. Nou, als het goed is, moet de Titan hier niet zijn. Dit is de Rusty Lake. Doorrijden.
Hey, een boot. Is die boot nou? Die boot gaan we. Ship of Bright City. It was drifting all around the sea since I was a teen, until the fishermen found it on the beach after another lockdown ended 2 years ago. We gaan eens eventjes. We gaan die eens even ontdekken. Hier eens even kijken. Zo. Je ziet niet echt veel, hè, met deze lamp. Heeft niet echt veel nut. Die mag uit. Ik ga eens even hier naar boven. Ik ben er netjes voor. Ik moet die deur gewoon liggen. Omhoog misschien? Nee, hè? Dat zit er niet in, hè? Ik kan het zeggen. Echt alles moet ik met left click doen, man. What the hell? Oké, wat hebben we hier? Oef, dit ziet er wel heel erg eng uit, moet ik zeggen. Maar dat maakt niet uit, als ik naar beneden val, dan ga ik toch niet dat. Nee, dat was niet mijn bedoeling. Shit. Huh? Well, you are. For years, but never went to the sea. Now I can see what I've missed. Het zit hierin. Ik zou je heel eerlijk vertellen. What the hell? What the heck is this? Wat is dit? Mijn toetsen die plakken een beetje. Maar ik vind het, ja, oké. Dat is blauw licht toch? Titan zal daar bang voor zijn. Oh, ik kan van ding naar ding swingen. Waarschijnlijk dat ik safe kan zijn met de Titan misschien? Ik heb geen idee. En ik begrijp zolang ik in de auto zit, daar ben ik gewoon safe. Hoop ik. Fingers crossed. Nu zie ik weer een brug. Staat daar nou weer een caravan? Oh, dus weer zo'n switch. They said Wyvern likes the bridge near the Windland Plains. Maybe I should check there. Ja, ik weet dus niet meer waar ik ben nu. Ja. Ik kan altijd nog terug als ik dat zou willen. Dus dan doe ik dat gewoon. Ik weet het echt niet, joh. En ik merk dat je ook maar een bepaalde snelheid kan. Aanhouden. Ik zie daar weer wat. Is dat een tankstation? Wat is dat? Dan gaan ze even checken wat dat is. Dan hoop ik wel dat ik veilig ben hier. Nee,
Ik heb nooit gezegd dat ik het raam open wil doen, joh. This diner was abandoned before I was even born. It's a long story, another time. Okay. Het restaurant dat was al verlaten voordat zij geboren was. En het lijkt wel elk verlaten plek is niks te doen. Nou, er is hier ook niks te vinden. Wat ik wel moet zeggen, dat ik zeg maar, ja, dit ziet er allemaal heel erg oud uit, een beetje jaren 60, 70 stijl, hè, moet ik zeggen. Maar heel eerlijk gezegd, ik hou wel van dit soort restaurants. Dus, weet je, breng dit soort restaurants terug in Nederland ook, weet je, ook gewoon. Maar kijk, dit is toch hartstikke vet. Zat hier nou Miauw Cola? Oké, Miauw Cola het is. I'll go with that. Nou oké, hier is dus ook niks te vinden. Wat is dat? Oké, dames en heren. Ik denk dat ik het eventjes hierbij ga houden. Ik weet, het spijt mij ontzettend. En ik weet dat ik zeg maar, wat ik ook even ga doen, want... Ja, we gaan gewoon even naar de last checkpoint. Jasper, I'm stuck. Zodat jullie weten waar ik gebleven ben, word ik weer opgepakt. Every time I feel dizzy after this. Kan ik me wel voorstellen. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt. En ja, het is best een grappig spel, moet ik zeggen. Hoewel, er is weinig uitleg. En ja, ik weet mijn god niet wat ik moet doen. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Het gaat over Titan of zoiets dergelijks. Maar ik denk dat ik dit spel nog wel ga spelen. Dus want ik ben ook nog wel benieuwd wat er met die huis aan de hand is. Er zit sowieso een hoop achter. In ieder geval, ik hoop dat je genoten hebt en tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Yo, hey. We'll be right back.